alle twee betrof het in de binnenbocht terecht. We gaan kijken naar een blokje met Nederlandse deelnemers, laten we het zo maar zeggen. Als we eerst hier Mike Richmond in beeld hebben, de Australiër, komen we snel terecht bij Jantje Ikema, de 25-jarige man uit tegenwoordig Pingjum. En Jan, ja, die moet een beetje eerherstel hebben, want die kwam gisteren toch niet echt goed uit de verf. Zilveren medaillewinnaar op deze afstand in Calgary. En gisteren op de 500 meter niet verder dan een 16e plaats met 37-61. Dat moet dus beter en dat zal ook beter. Dat althans heeft Jan zich stellig voorgenomen. Goed gevochten in de start en goed in het schot weg. Nou Jan, kom op, laat eens wat zien. 100 meter tijd, Ikema. Zijn we, 10-1. Dat is nog perspectiefrijk. Nu goed op de been blijven, nu goed doorgaan. Maar ja, die laatste binnenbocht wacht ook op Jan Ikema. Goed mee met de Australiër in de slipstream. En dan weer even een slagje laten lopen om goed uit te komen bij het ingaan van die bocht. Nou, het gaat redelijk, Hij komt er erg ruim uit, maar goed, blijft in ieder geval goed op de been. Gisteren 37-61 en nu... Ja, het is verbeterd. 37-52. Het is iets sneller dan gisteren. Maar ja, een fractie eigenlijk. Het had eigenlijk nog wat sneller gemoeten. 37-90. Inmiddels noteren we voor Mike Richmond. En die is daarmee dan wel sneller dan gisteren. Ja, Jan, ja, wat moet je ermee? Het is beter dan gisteren. Maar ja, u ziet het ook aan het aarzelende handgebaar. Jan is er zelf niet helemaal content mee. Het is van zijn gezicht af te lezen. Ja, zo hoort dat, zegt Richmond. Steekt die handen maar omhoog. En